Een hele goede middag. Een nieuwe video van mij. Iets eerder dan normaal gesproken. Heeft allemaal mee te maken dat ik straks even met een van onze katten naar de dierenarts moet. Die gaat niet zo lekker. Waar we eerst even mee gaan beginnen, en dat zomaar gelijk weer wat ruimte kan gaan opleveren, is mijn silo. Sorry, mijn schuur. Ik ga snel even een schermopbeelding maken. Dan gaan we in het Nederlands lekker zetten. Ik hou altijd wel van Nederlandse. Klikte op het Nederlands, niet op de s op het dorp. Ja, daar gaan we dan. Vergroting. Schermafbeelding gemaakt. Hoppakee. Zo. Dat scheelt in ieder geval weer wat ruimte. 200 zagen inmiddels weer. 140. Ja, ik had hem, zoals je zag, had ik de bout al afgekocht. En ik heb er dus alweer 33 over. Gaat lekker. Hier inmiddels 13 spijkers over. Ja, ik weet dat sommige mensen best wel wat spijkers willen met spijkers willen ruilen, maar met 13 stuks kom je niet zo ver. Dus die laat ik nog wel eventjes voor wat het is. En onze kat die is sinds vorige week lukt het is er wat is wel met hem mis. We hebben vorige week woensdag hebben we zijn we 's avonds naar de dierenarts geweest. Die dierenarts die heeft ook bloed afgenomen en zaterdag kregen we uitslag dat er gewoon helemaal niks aan de hand was. Volgens het bloed. Dat is wel vreemd, want hij gaat gewoon niet meer naar de wc. We denken al wel dat het aan zijn ontlasting ligt, maar ja. Hij heeft af en toe wel last van dikke ontlasting, maar ja. Het is gewoon nu heel zielig. Hij is ook afgevallen. Hij eet niet veel. Normaal gesproken weet je dat de kat behoorlijk wat eet. Tenminste, dat hij gewoon behoorlijk overdag gewoon wat eet. En dat doet hij gewoon nu niet. Dus dat is gewoon een beetje, ja, dat is gewoon zielig. En ja, dan kunnen we ook zeggen van ja, we laten voor wat het is, maar dat kunnen wij niet doen. Dus we hebben nu, ik vraag alvast wat aan. Het zijn gewoon producten die ik zeker weten op een kleinere boerderij heb. Want ja, iedereen wil natuurlijk die kool. Halen, in ieder geval die prestatie. En hiermee kunnen we de prestatie misschien sneller afronden. Nee, de kat is een beetje, ja, die is gewoon wat ziek. Het is niet zo dat hij doodziek is, maar het is gewoon een ik vind het gewoon zielig. En ja, ze zijn dus. Zaterdag hadden we dus de uitslag, kregen we nog te horen, zaterdagochtend. Middag, zaterdagochtend volgens mij. En we hebben ook gezegd, wat kunnen we doen? Ja, geef maar laxeermiddel. Ja, goed, dat hebben we geprobeerd. Maar het schiet gewoon niet op na een paar dagen. Ja, ik vind het gewoon, wat ik zeg, het is gewoon, het is niet zo dat mijn hart pijn doet of zo, maar ik vind het gewoon. Super zielig voor die kat. En hopelijk heeft de dierenarts een oplossing. Ja, ik had blijkbaar wat zonnebloemen te weinig. En ik denk dat het door door deze komt. Daar zijn er al twee. Ik begrijp niet helemaal waar mijn zonnebloemen heen zijn geweest. Maar op een gegeven moment zag ik s'avonds van, hey, ik heb er nog maar drie. En dat is best wel weinig. Dus ja, ik ben weer aan het planten. Planten, hoe ik zeg. Planten om de voorraad een beetje weer omhoog te krikken.
Vandaag is de laatste dag dat het dorp in gebruik is. Ik heb nog 24. Kijk, ik heb nog 24 benzine over. Wat heb ik inmiddels gekocht? Nou ja, alles wat geen blauwdruk is, en stukjes. En ik heb een watertje. Want ja, elke keer loop ik gewoon tegen het limiet aan. Ik heb hier bijna nog 139 ruimte. Nou ja, 139, dat gaat hem dus niet worden. Dus ik moet weer helaas wat kopen. De groene vouchers, de groene tokens, die zijn echt het hoogst. Alleen, wat je als groene token kan krijgen, is niet heel veel alleen. Dat is er maar één, en dat is een schroef van 650. Dan moeten we maar gaan doen. Dan hebben we in ieder geval wat meer. En ik denk ook dat ik dan deze pak. Dan kunnen we in ieder geval weer tokens groeien. Nou, je ziet ook dat ik één dag gemist heb. Of in ieder geval een aantal taken. Als ik de taken goed had afgerond, dan had ik ook een laatste feestje gehad. We gaan snel even door deze heen. De geluksbonus. De geluksbonus is niet mijn favoriete spel. Soms laat ik hem ook gewoon. Ja, soms heb je mazzel, soms niet. Nou ja, nu heb ik dus geen mazzel. Ik ga ook niet. Ja, klaar. Doei. Ik ga ook niet ergens anders heen. Ik vind het allemaal mooi gescheten. Dan moet ik weer per se een. Kijk, staan hier dieren? Ja. Moet ik weer per se. Deze had ik al gedaan. Kan gewoon even dieren ophalen. Kan er meer tokens verzinnen. Even kijken. Kan beter hierin, denk ik. Trouwens. Dit heb ik nog niet gedaan. Doen we dat wel. Ga je gewoon de verkeerde kant op. Ach ja, joh. Ja, vandaag is natuurlijk de laatste dag, dus heel veel dieren ontsnapt. Dat heb ik niet zo vaak gehad. Ik moet hem wel gewoon even wegklikken. Oh, hij blijft er gewoon in zitten. Ja, oké, top. Ik vind hem goed. Een rondje rijden. Gaan we weer naar de safari toe. Kan ik nog uit benzine? Nee. Soms merk ik dat de iPad ook wat sneller is. Sinds de laatste update is het is niet verbeterd. 9, 9, 9. Ja, goed zo. Het is niet verbeterd, maar soms merk ik van hé, hey, hij is toch weer wat sneller dan eigenlijk dan tevoren. En of het nou aan mij ligt of het andere er ook last van hebben. Laat het even weten. Jammer, jammer. Zes. Ik heb er zelf geen, wat ik zeg. Ik vind het zelf geen probleem. Ik ervaar niet veel problemen, laat ik het zo anders zeggen. Zo verder met de kistjes. Ik zag alleen dat hier nog een dier stond. Oh, nou hier ook dus. Dan gaan we gewoon hierheen en dan gaan we hem afleveren. Nog 22 benzine. Nou, dat moet wel voldoende zijn, toch? Wat ik zei. Oh, ik moet even naar de kistjes toe. Kistjes die moet ik niet vergeten. Er staat af en toe zitten wat leuks in. En natuurlijk de geluksbonus die hier in het midden ook nog staat. Die 5 chocola, dat is het enige waar ik eigenlijk wat voor wil doen. Helaas, ik had ook op een klikje, maar ik wilde echt die 5 chocola. Dus dat zou mijn winst zijn dan. Voor de rest schiet het niet zo op. Pak deze, nog wat muntjes erbij. Grote kist, vier planken. Kijk, dat is wel prettig. Ik heb natuurlijk net mijn schuur vergroot, maar roze tokens. Sorry, te goed bonnen. En de laatste. Dus ik heb ook een
gratis booster gehad. En dat was het wel zo'n beetje. Vanavond de laatste rits. En dan oprijden totdat het ook eens op zijn. Dan vergeet ik het ook niet meer. Is het gewoon klaar? Is het gedaan? Dat. Er is ook een evenement natuurlijk. De stadsbezoekers, maar dan alleen voor je rijke. Voor de paarse letters, bla bla bla. Dat zou de. Ja, ze leggen het niet goed uit, want het is voor je stad of boerderij. Dus dat is gewoon je land. We gaan wel naar de stad. Ik ben vandaag nog niet in de stad geweest. Dat kan ook niet natuurlijk vanwege werk, maar ik ben niet in de stad geweest. En eigenlijk vind ik de stadsbezoekers die land en landmaterialen geven eigenlijk ook niet bar interessant. Heeft er vooral mee te maken dat ik vind dat ik genoeg land heb. En dat het gewoon meer is zoiets van oké, okay, ja, het hoort erbij, maar. Kijk hoor, tel het even af. Het is een 34. Dat is een 33. Oh, die kan ook weg. Dat is een 32. Nog meer 1, ja. 31. Oh, daar gaat hij al. Oké, top. Nou, dus ik ga ook geen 3. Ik heb hier wel allemaal van die drietjes staan. Dat heb ik 3 gedaan, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er een pootje bij zit. Pootjes, even naar de safari toe. Die doe ik gewoon altijd. Het scheelt mij. Dat levert gewoon een extra cadeautje op. Dus ja, waarom zou je het niet doen? Nou, deze ga ik alweer wegdoen. Die wegdoen. De rest niet. Om bovenaan beginnen. Ik ga hem even vullen. Ik ben natuurlijk ook bezig geweest met een overzicht. Maar die ligt even op een. Die staat even op een laag pitje. Ik noteer niet helemaal gewoon waar wat waar in gaat. Er zijn best wel wat producten beschikbaar namelijk. Dus even kijken. Ja, die wil zeggen, ik mis nog wat. Er zijn best wel wat producten bijgekomen. De chocoladewafels natuurlijk. Daar had ik het vorige week in mijn video over. Ik ben heel benieuwd hoeveel chocoladewafels. Oh, die had ik even anders moeten doen. Hoeveel chocoladewafels er gevraagd worden in de stad. We gaan het zien. Ik heb inmiddels al wel 3 chocoladewafels gemaakt. Kijk, mijn voorraad die staat ook niet meer op 8. En dat heeft ook met sommige bootevenementen te maken. Als er bootjes zijn met een footprint, dan ga ik hem ook gewoon doen voor de puzzelstukjes. Voor de puzzels. Ik moet er blijkbaar nog gewoon heel veel. Ik heb alle puzzelstukjes van het dorp ook alvast verzameld. Maar ja, de 7. Dat is dan de laatste. Hier al was het. Kijk. Ik wil zeggen, ik heb al best wel wat verzameld. Dat schiet tenminste een beetje op. Nog niks van Gelicita. Dat is wel jammer. Eentje van de polvos. 3 van de walrus, ja. Het heeft dus eigenlijk ook helemaal geen. Waar is dan onze pelikaan? Ik dacht het was een pelikaan. Of het is een pelikaan in het vogelhok. We gaan zo gewoon even in de. Ik denk dat het dan in het vogelhok was. Ik dacht begrepen te hebben dat het een pelikaan was die in de. In de safari terug zou komen.
Maar blijkbaar heb ik dat verkeerd gedacht. Moet even wachten. Dan zal waarschijnlijk die pelikaan zo waarschijnlijk dan hier staan. Pelikaan. 9 kippen of vogelfoutjes en 12 blauwe. Nog een kakatoe. Kroeskop. Daar is de Australische pelikaan. Zijn dus 3 pelikanen. Nou, dat is best wel aardig wat. Gezellig. De kakatoe, die heb ik ook bijna. Ik mis nog wel wat dieren, ook wat. Andere vogeltjes of andere diertjes. Ik moet eens kijken of ik deze ook kan doen. Maar dat is voor later. We gaan in ieder geval die 7 wol even pakken. Ja, die 7 wol, dat is wel even, ook even een dingetje. Het gaat ook wel. Ik merk ook wel dat als je hoger. Een hoger level bent, dat er best wel meer, steeds meer gevraagd wordt. Gewoon in het spel zelf. Ik heb wel de mazzel met stukjes boten dat ik niet echt heel veel hoogs. Sowieso, ja, dat ben ik natuurlijk zelf. Niet heel veel hoge aantal producten worden gevraagd. Maar ik heb het ook al gezien in andere video's dat het ook best wel. Aan de orde is. Ja, dat is er gewoon balen. Deze worden dus nu gemaakt. Ja, ik zit me toch af te vragen waar ik die zonnebloemen, waarom die zonnebloemen bij mij zo laag waren. Maar het zal allemaal wel. Ik ga me niet echt bezig mee houden. Heeft ook gewoon mee te maken dat ik andere zaken belangrijker vind dan mij druk houden met iets. Het aantal barren, dat is wel een dingetje. Kijk, dat is weer gratis. Dat is echt gewoon heel weinig. Ik heb natuurlijk wat meer ruimte nu, dus ik ga gewoon even wat barren pakken. Even wat. Ik ga even wat mijn spul uit de mijn halen. Ik zag ook volgens mij dat mijn bonte boeket ook helemaal op was. En dat bedoel ik met deze. Is dat ook wel? En daar heb je dus ook 6 of 5. Die heb ik niet veel gemaakt. Dus waar het nou vandaan komt dat ik zo weinig zonnebloem heb, ik sta nog een beetje voor een raadsel. Ik heb nog geen extra diamantje gehad. Ik heb pas één diamant gehad. En ja, als je echt je mij wilt doen voor je diamantjes, daar ben je wel lang bezig. Ik ga alles even naar 130 brengen. Gaat dat lukken? Of 135. Nou, geef me nog even een diamantje. Daar word ik al zo blij van. Ja, dank u. Dan heb ik natuurlijk die. Die calculator. In ieder geval de gouden. Zijn ook 14 van. Zilveren hebben er 32 van. IJzer hebben er 15 van. Dan kan ik er 5 van maken. Dus die laat ik even op 0 staan. En deze op 22. Nou, wat heeft onze berekening opgeleverd? Deze een platinum. Een goud. Een zilver. Een kool en een. Oh. Helaas, een kool en een kool.
Nou, dan gaat hier dus een. Even kijken hoor. 1336. Dat ging een beetje mis. Nog een keer 1336. 13 uur 36. En wat ik dus even doe is ik. En dan heb je hier een platinum. Goud en 2 zilver en 2 cola. Ah, wacht even. En dan hebben we hier nog, hoeveel hebben we nu nog over? Ik heb er nu nog 5 over. Dan maak ik er 4, 5 van. Wat hebben we dan nog? De goud omrekenen. De bouw gaat die omzetten naar 4 zilveren en een kool. Even kijken hoor. Ja, 4 en een kool. Dan 2 gouden, 3 zilveren en een kool. 2 gouden. Hey! Oh! Het is niet te geloven. Ik ben nou gewoon echt verteld. En blijkbaar. Hebben we nog. Die. Dan ga ik dat toch eventjes vullen voor het laatste. Kijk, dat is nummer 1. Als jullie op de achtergrond een auto horen, dat is een van de, ook wel een van de buren. En dat is een nieuw diamantje als het goed is. Ja, ik heb er dus al 4 verdiend. Even kijken, wat hebben we hier nog? Dan moet ik even, dan zeg ik de. En hoeveel platen hebben we nog nodig dan? 4. Goud hebben we 6. Zilver hebben we er 13 van. IJzer ga ik niet doen. 9. Dan gaan we deze platinum, een gouden, gouden en een zilver, zilver, zilver. Ja, ook omdat het natuurlijk een beetje misging. Met deze gaat het natuurlijk sowieso een beetje mis. Ga deze hierin doen. Die laat ik staan. Kijk, dan kan ik alvast 4 maken. Dat is wel prettig. Hoppa. Nou, volgens mij is nu alles behalve de ijzeren erts is leeg. Ik wil daar deze van maken. Kunnen dus 4. Ik moet wel even wachten op mijn zonnebloemen. Wat ik even doe. Ik ben toch bezig. Gooi ik gelijk de rest van de zonnebloemen er ook op. Want aankomend uur heb ik toch geen tijd. 1 uur en 1,5 uur. Hop. Dan gaat hij mooi groeien. Wat ik hierna nog even ga doen, ik ga nog even kijken naar mijn voorraad. Want deze wordt dus gemaakt. Deze, daar heb ik gewoon nog maar 1 van. En dat is echt best wel onwaardig. Ik hoop dat iemand eitjes voor mij heeft. Ja, 10. Ik zie daar 10. Nou, dan mag ik dus alle 3 maar. Ik ben het helemaal blij. Zo doe ik het trouwens ook als ik Saar en Gijs heb. Ik gooi gewoon al die. Ik zit volgens mij op 30 eieren. Ja, laat ze maar die eitjes doen. Dat kost me gewoon kost me geen moeite. En heb ik alsnog genoeg producten. Nou, die zag ik op 4. Dit vind ik wel heel erg tof. Ik moest er echt eerlijk gezegd een beetje aan nog aan wennen. Maar dit is echt een hele goede. Hey, oh ja, de sinaasappelsalade. Die heb ik nog niet gezien in de boten. Gelukkig maar. 7. Dit melk en die. Kijk, ik heb nog iets meer wat ik kan maken. Die sinaasappelsalade heb ik gelukkig nog niet veel gezien in
de boot of in de truck of in de stad. En dat vind ik wel prettig. De sinaasappelcake, die kost ook dicht. Dan kost je ook gewoon weer een kaas. En aangezien ik niet zoveel kaas meer heb, ben ik er blij mee. Oké. Smoothies, ja, die had ik op een gegeven moment de hand gemaakt. Want er waren er gewoon niet zoveel smoothies meer. Dode plantjes. Stom gedoe allemaal. Die ook zo op. Die rode die hadden we ook niet zoveel meer. Dus die gaan we gelijk even starten. Kun je daar ook gelijk mee verder. Oh. Serieus? Ja. Gaat natuurlijk best hard. Wat hebben we meer nodig? Ik weet niet. Oh ja, een Bram. Ja, ze zeggen natuurlijk wel eens van joh. Dat hij altijd veel op voorraad, zeg ik af en toe ook. Pak gewoon dat fruit eraf. Maar ja, je ziet dat ik het ook niet altijd doe. Hier gaat het best wel goed. Deze 8. Kan ik deze doen? Ja, die kan ik ook doen. Deze kan ik ook doen. Naar beneden. Die sowieso. Volgens mij zijn deze allemaal 8. Ja, je ziet dat hij nou ook. Moet heel even wachten totdat de cijfers zichtbaar zijn. Ja, dat heeft allemaal mee te maken dat de. Oh, 2. Maak ik gewoon even 2 bij. Dat komt door mijn boot trouwens. Ik heb ook een boot met van die broodjes ei gehad. En die broodjes ei die waren best wel lekker. Maar ja, werden dus gelukkig weer 1 per krat gevraagd. Dus. Dat viel me allemaal wel weer mee. Deze die had ik ook in een boot. Nou, waarna de deel naar 7 is gegaan. Daar had ik geen boter volgens mij weer voor. Dus dat is prima, prima. Hier heb ik ook weer melk voor. Maar, oh, zeggen, die melk heb ik niet meer. Maar dat is de leugen. Ga ik dat gelijk even doen. Tja. Als Sarah en Gijs niet ingehuurd zijn, dan zie je gelijk dat je hebt best wel veel werk om je spullen waarmee je de producten maakt, om die op orde te houden. Even denken, waar was ik mee bezig? Met soepie. Soepies. Oh, nou. Nou, ik heb geen boter meer, dus die komt later wel. Dat loopt dan lekker door. Nou, deze heeft weer twee van die. Die haal ik ook uit de krant. Dat vind ik een beetje nutteloos om te gaan vragen. Of je om te gaan maken. Moet ik hier ook weer deze maken. Ja, en die kunnen ook best wel. Gewaagd zijn als je producten, als je bezig bent, dat je tomaten of je uien of je rode pepers opeens lager zijn dan je dan eigenlijk verwacht. Tenminste, daar had ik probleem mee. Nou, deze 3 gooi ik zo vol. Dan kan ik hier straks ook weer deze maken. Hotdogjes. En dan zijn we ook al bijna weer aan het einde gekomen van de video. Het is bijna een half uur. Ik zie dat ik weinig producten nog meer kan doen. Ik probeer ook weer wat trucorders terug te krijgen met een zilveren randje. Ofwel met staven en spullen van de juwelier. Maar HD heeft er geen zin in vandaag. Die geeft mij gewoon geen bordje. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Straks naar de dierenarts. Het zal vast wel loslopen, maar ja. Ik hoop dat ze hem kunnen oplappen, want het is een
Het is een lief beest, maar hoe hij er nu bij zit, is gewoon echt een super zielig. Ik wens jullie al een fijne avond. Veel HD-plezier. En tot de volgende video.